We zijn nog een half uurtje of zo bezig, lieverd. Er was meer karamel dan we dachten. Kan je jezelf nog vermaken? Kan ik dat? Ik bedoel, ik kan vast wel iets bedenken, hoor. Oh, en wil je op mijn notitieboek letten? Ik wil niet dat de pagina's aan elkaar gaan kleven. Geen probleem, maat. Dit verlies ik niet uit het oog, hoor. Terwijl ik de komende 30 minuten zombies aan Florida schiet. Oh, stilvisser. Daar komt ze echt niet achter. Kijk, dit noem ik pas leuk. Oh, ik moet gaan. Hey, lieverd, hoe gaat het hier? Goed, ik zit te chillen met mijn goede vriend Visser. Stil nou. Slecht nieuws. Dr. Feinstein ging op een verdoofspuit zitten en nu voelt hij niks van zijn heup af naar beneden. Kan je nog even op mijn notitieboek passen? Notitieboek? Oh, ik moet gaan. Yep, dat is goed. Dus heb je heel erg veel dingen van het werk erin staan? Kan je geheim bewaren? Het is niet voor mijn werk. Ik ben een roman aan het schrijven. Echt waar? Ik hoop dat dit boek een spannende nieuwe carrière oplevert. Dus dat was jouw enige kopie, hè? Ik bedoel, is je enige kopie? Niet dat er iets mee gebeurd zou zijn. Yep. 7 jaar van hard werken tussen die 2 kaften. Hey, fijn dat je je zo goed hebt kunnen vermaken vandaag. Zullen we na het werk naar de speelhal gaan, naast papa's kantoor? Rita, je moet me naar mijn 4 uur afspraak tillen. Ja, ik heb het verprutst, maar ik zal het terugkrijgen. Het is weg! Huh? Ah! Nee, wacht! Komt goed uit. Gadver, goor! Zo, wil jij racen? Kom maar op dan. Wat? Nee, kom nou terug! Kom op, jongen! Erachteraan! Ah! Hoppaartje! Ah! Huh? Geweest. En wat is dat aan je voeten? Dat is een lang verhaal. Maar het belangrijkste is, ik heb je notitieboek. Wat is er gebeurd? Neem maar lekker een lolly. Dus ik sprong in de cementbak en pakte het notitieboek, maar het was blijkbaar al te laat. Lincoln, je loog tegen mij, je glipte weg en je hebt al mijn werk verknald. Het spijt me heel erg ontzettend, mam. Maar je hebt me misschien wel een gunst bewezen. Ik heb wat gedaan? Kijk, ik schreef over een tandartsassistent die uitgekeken is op haar werk en tegen haar goudvis praat. Maar eerlijk gezegd, sloeg het nergens op. Maar jij gaf me net een beter idee. Ik ga schrijven over een onverschrokken deurval met wit haar. Dr. Feinstein? Nee, Sophie, over jou. Wauw, dat is te gek. Het spijt me voor alles wat ik heb uitgehaald. Het was hartstikke lief dat je me mee wilde nemen. Dat is oké, liefie. Goed, kom mee, we gaan naar huis. Ik heb zo'n zin om te gaan schrijven.